vertolkt. Overal. Ja. Japan. The Little Cafe on the Harbor. Ja. Echt niet normaal. Niet normaal. Normaal. Ja. Oké, we moeten snel door. Oh ja, er is een nieuw apparaatje waar je gaatjes mee kunt ontdekken. Denkt u, ja, dat is handig, inderdaad. Misschien hoeft u helemaal niet meer naar de halfjaarlijkse controle bij de tandarts. Dat apparaatje gaan we zo meteen hier laten zien aan u en hoe het werkt. U krijgt het zo meteen hier allemaal te zien. Maarten. Yep. Een gezond gebit zonder gaatjes, dat willen we natuurlijk allemaal wel. Maar toch blijkt dat het niet altijd even makkelijk. Hoe kom je erachter of je gaatjes hebt? Hoe moet je het nou eigenlijk je gebit verzorgen? Vandaag hebben we de gast, tandarts Sina Remati. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe is het nou eigenlijk gesteld met ons Nederlands gebit? Uit CBS-onderzoek blijkt dat de laatste decennia is er enorm verbeterd. Maar van de andere kant blijkt dat die laatste maanden, laatste jaren, is er deze tot stilstand gekomen en de langzaam afneemt de verbetering. Nou, dat komt door de koolzuurdrankjes, dat komt door de suiker, hoge suikers in de koffie. In de koffie en tussendoortjes natuurlijk. Dat is het probleem. Oké, en als je het vergelijkt met de rest van Europa, hebben de Nederlanders een beetje goed gebit of zitten we onder het gemiddelde? dat blijkt dat Nederlandse snoepen ze erg veel. Echt waar, ja? Ja. Oh, dan is zo'n apparaatje niet verkeerd. Ja, precies, want hij zegt het woord apparaatje. Er schijnt nu een apparaat op de markt te zijn, of althans, er is een apparaat dat gaatjes ontdekt. Wat is het nou eigenlijk, dat apparaat? De apparaat is het, zo kunnen wij even dadelijk zien. Daar kan je preventie, is dat zo, in eerste instantie kan je gaatjes, een kleiner stadium, op het moment dat heel klein zijn, op het vroeg stadium kan je voorkomen. Kan je ontdekken en opsporen. En dan kan je genezen. We gaan het zo meteen zien, maar kunt u even uitleggen hoe zie je dat dan? Dat er bijvoorbeeld, is het een kleurverschil? Hoe zie je dat? Ja, in het apparaat is er inderdaad kleurverschil. Zien jullie zo meteen dat een lichte groen is een gezond weefsel. Ja. En rood, dat betekent ziet de actieve bacteriën daar. Ja, ja. En dan hebben we ook een grijze kleur. Een grijze kleur is een gaatje, een beginnende gaatje is dat. Nou, we gaan gewoon kijken. Zullen we dat maar gewoon doen? Is goed. Oké, we lopen even naar de andere kant van de studio. En hallo, daar zien we iemand zitten. De patiënt. Jij bent de patiënt van vandaag. Wie ben jij? Isabella. Isabella. Ja. Isabella, het enige wat ik aan je wil vragen, ben je zenuwachtig? Nee, een beetje. Ik wil eigenlijk twee dingen vragen. Mond open. Oké, dan gaan we. Laat maar zien. De handschoenen gaan aan. Ja. Normaal gesproken, vroeger en nu ook, kijken we met spiegel en zonde. Zal ik zo even laten zien. Dat is twee bekende... Kun je even aan de zijkant even staan, want de mensen thuis ook mee kunnen kijken. Ja. Dat zijn twee bekende instrumenten van tandarts. Mm-hmm. Voor controlebeurt kijken we met deze twee. Ja. En met deze twee kunnen wij wel goed zien, maar het blijkt dat met apparaatje kunnen wij 10 maal beter en gerichter werken. Oké, okay, dit zijn dingen waar ik ook bang voor ben als je bij de tandarts komt. Staan hoef je niet bang zijn. Nee, maar dat ben ik wel. we hebben nog even de tijd om te kijken hoe het apparaat werkt. Wilt u dat even laten zien? Ja. Zo te zien, apparaten zitten met monitors. Mm-hmm. En we hebben een cameraatje met een blauwe licht. Ja, dit vind ik interessant, hè? Dat is heel makkelijk. Kijkt u mee? We gaan bij Isabella kijken. Mondje open. In principe, we kennen Isabella, poetste heel goed. Ja. Maar als ik met gewone zonder een spiegel kijkte, dan kijk je er overheen. Ja, dan kijk ik overheen, zal ik zo zeggen. Ja. Ja. Oké, okay, dan laten we maar gaan kijken. Zo. Dan kijk je wel een beugel, hè? Maakt het wat uit? Dat maakt niet uit. Oké, nee. Okay. Ik zie alleen maar niet op de beeld staan. Ja, ik zie hier. Ja, we zien onder in beeld zien we inderdaad de tanden. Ik zie wat groene kleuren, groene... Eigenlijk en wat stipjes. U kunt het daar op de monitor ook mee kijken. Ja, inderdaad. Dan kunnen we even kijken. Zo. Juist, dat is beter. We zien dat een groene gedeelte, witte gedeelte. En ik zou heel even hier kijken. Ja. Ziet u dat langs het tandvlees ziet er wat een klein beetje rood. Ja, wat betekent dat? Dat betekent, ziet u daar actieve bacteriën. Okay. Of tandsteen. Okay. Met blote ogen is er niet zichtbaar. Nee. En vooral Isabella heeft ook beugels. Ja. Dus langs de beugel, meestal kinderen poetsen ook niet zo goed. Oké, okay, kunnen we dat even dan zien? Dat kan je ook eventueel zien. Ik weet niet of dat nu allemaal goed gepoetst heb. Even kijken, want het is nu heel donker. Dat is meer, dat is zo. Oh ja, je hand ervoor. Ah ja, kijk. Ja. Ja, ik zie nog steeds eigenlijk niks. Zo, wacht even. Dan moeten we even... Nu is het helemaal zwart. Zwart gat, Isabel. Even kijken.
Ah, nu zie ik het. Nu zien we. Nu ziet het wat beter, ja. Ja. We maar, ziet dat langs de bracket. Juist. Die donkere, die rode lijnen. Dit zien we goed. En dat betekent dus dat daar actieve bacteriën zitten. En wat is dan de kleur als er bijna een gaatje komt? Nou, dat is een grijze kleur, is dat. Dan moet ik heel goed zoeken. Dan moet je dat toevallig maar hebben. Isabelle heeft geen gaatje. Zit er wat bij? Trouwens, is het al verkrijgbaar voor het consument? Nog niet, dat is hartstikke nieuw. Ja. Het is een professionele apparaat, is dat op die komen voor tandartsen. Ja. Maar in toekomsten, misschien consumenten kunnen ze ook krijgen. Precies, want dat is wel handig. Betekent dat ook meteen dat je dan niet meer naar de halfjaarlijkse controle hoeft van de tanden? Nee, dat is dat zeg niet. Nee? Want dat is alleen maar een apparaatje. Als een consument krijgt, dan kunnen ze thuis kijken. Meer opletten. Ja. Oh, maar naast de controle gewoon zo'n apparaatje thuis hebben. Dat absoluut. Als er wat ineens is, dat je snel kan gaan en dat ik het voor maar bent. Maar dat is echt de toekomstmuziek. Op dit moment is nog het niet op de markt. Maar de tandartsen die gaan hem hopelijk snel aanschaffen, zodat ik minder hoef te geboord te worden. Ik ben heel blij met u. Echt veel succes met dit apparaat. Dank je wel. Want als het allemaal minder pijnlijk kan, beter. Dat veel is beter. Zo. Bedankt. Ja, ja, graag gedaan. Je hebt een heel goed gebit. Ja, gelukkig. Oké, okay. Succes. Oké, dank je wel. En voor meer informatie over dit onderwerp natuurlijk naar onze website.